Goedemiddag allemaal. Bij het eerste webinar wat we houden vanuit de Taskforce Digital Out of Home. Er volgen nog twee volgende week rondom creativiteit in combinatie met Greenhouse Group en ADCN. En de laatste begin juni rondom de lancering van de Digital OTS voor buitenreclame. Maar vandaag beginnen we met misschien wel wat meer de gevoeligheden in Digital Out of Home, over regels, of juist misschien wel het gebrek daaraan. En daarvoor hebben we twee hele leuke en goede sprekers gevonden. Allereerst Fred Koelman vanuit het NABB. En Fiona Veening vanuit de Reclame Code Commissie. We beginnen uiteraard met Fred. Allereerst welkom Fred. Fred is oprichter van NABB. Onafhankelijk adviesorgaan voor de buitenreclame concessies. Primair doen zij zaken met overheden. Dus hij heeft ook heel veel gesprekken met concessiegevers rondom Digital Out of Home. Wat wel kan, wat niet kan. Nou, daar staat hij dadelijk verder op in. Welkom Fred. En ja, het is bijna eigenlijk op dit moment... ik moet hier nog even zeggen, heel goed. Het webinar wordt opgenomen, wordt later ook nog een keer uitgezonden. Kan nagekeken worden, dus dan ben je daar ook van bewust. En Fred, nogmaals welkom. Voordat we beginnen met jouw presentatie, ja, we zitten toch in de huidige coronacrisis, of hoe je het dan ook wil noemen. Dus we kunnen het er niet over hebben. Dus ik ben met name in eerste instantie ook een beetje benieuwd even van, hoe ervaar jij het? Wat zie jij gebeuren vanuit concessies, vanuit overheden? En wat gebeurt er allemaal op dat vlak? En dan zou ik zeggen, daarna neem jij het gewoon lekker over. Ga je verder aan de gang met waar je mee bezig bent. Welkom. Ja, Guy, dank voor de uitnodiging. Allen welkom. En ik neem jullie inderdaad graag mee in mijn beleving van de impact van digitale buitenreclame op de leefomgeving en de openbare ruimte. Hier worden veel discussies over gevoerd en ik hoop dat ik met mijn presentatie wat meer duiding kan geven. Zoals Guy net al meldde, wij zijn een NABB's een onafhankelijk adviesbureau, werken alleen voor concessiehouders. En in die rol zijn we de laatste jaren ook redelijk betrokken geweest bij beleidsvorming rondom digitale reclame in diverse Nederlandse steden. En nog een kleine opmerking voor ik met corona ga beginnen. Vooraf... In de uitnodiging wordt gesproken over Digital Out of Home doel. Ik merk dat die term in gemeenteland soms wat abstract ervaren wordt. Er wordt vaak over digitale buitenreclame gebruikt. Dus ik gebruik ze hier door elkaar heen. Kern van mijn presentatie die gaat natuurlijk over die regelgeving met betrekking tot digitale reclame. Maar ik ontkom er natuurlijk niet aan. Om die grote olifant, voor die grote olifant in onze kamer weg te lopen. Er is wel wat aan de hand in onze wereld. De branche, en dan doe ik op iedere betrokkenen, staat voor een uitdaging die wij echt nog nooit eerder gezien hebben. De omzet daalde wel eens flink. Ik meen me te herinneren dat de tabaksreclame eind 2002 verboden werd. Had grote effecten, de gevolgen van de financiële crisis vanaf 2009... Maar nog nooit is een aantal maanden de omzet van de meeste buitenreclamevormen vrijwel volledig verdampt. En dan weten we nog niet eens wanneer het weer terug gaat komen. Daarbij meld ik eventjes dat op jaarbasis ontvangen gemeenten en andere concessiehouders, op een schatting die we al eerder gemaakt hebben, van circa 70 miljoen aan cash van exploitanten jaarlijks. Hoewel exploitanten op dit moment natuurlijk alles doen wat in hun macht ligt om die kosten te verlagen, mag het duidelijk zijn dat geld wat er niet is ook natuurlijk niet zomaar uitgekeerd kan worden. En we zitten dus in een fase waarin exploitanten en gemeenten hele duidelijke afspraken moeten maken rondom deze gegarandeerde afdrachten. En dat vereist van alle partijen heel hard werken en ik hoop ook heel veel begrip voor elkaar. Moeten wel hoop putten uit het feit dat mensen wel steeds weer meer naar buiten gaan. Uit het recente onderzoek van Exterium en Memo blijkt dat toch weer op dit moment alweer op 75% van het aantal passanten zitten. Dat is goed nieuws, hoewel je natuurlijk ook moet zien, 25% minder. En het aantal mensen buiten is de lifeline voor buitenreclame. Dus hoe sneller we weer naar een meer of min of meer normalere situatie gaan, hoe korter de crisis in onze branche kan zijn.
Een klein voordeeltje, met 1,5 meter afstand kan iedereen de reclameobjecten in ieder geval beter waarnemen. Dus misschien iets minder bereik, maar wel meer aandacht voor de individuele uiting. Op lange termijn, middellange termijn, is buitenreclame, blijft dat voor mij, naar mijn mening, een van de sterkste media. In een combinatie analoog en digitaal, een groei die gedreven zal worden door digitaal vanzelfsprekend. Unzappable en steeds doelgerichter in te zetten. Voor ik specifiek op digitaal inga, wil ik eerst de voordelen en onmisbaarheid van buitenreclame in het algemeen even toelichten. Want ik denk dat we alle weten dat we in een brand zitten met een grote toegevoegde waarde. Maar we moeten ons ook realiseren dat de gemiddelde burger zich niet zo interesseert voor reclame. En buitenreclame zeker niet. Dus welke voordelen zijn er dan die vooral voor analoog als digitaal gelden? De eerste, het meest duidelijke, is gemeenten krijgen gratis bushokjes, aanbrieks van exploitanten, die daarnaast ook nog eens zeer effectief zorgen voor het beheer, onderhoud en het schadeherstel. En in ruil daarvoor excederen ze die reclamevitrines. Buitenreclame media worden ook ingezet voor publieke doelen. Denk aan die informatievoorziening en noodmeldingen. In die afgelopen weken hebben we de kracht van ons medium echt heel goed kunnen zien. 1,5 meter afstand, we worden er op straat continu aan herinnerd. Voor culturele evenementen en de evenementensector is buitenreclame een van de meest onmisbare en betaalbare mogelijkheden om contact te leggen, naar mijn mening. Keer op keer horen wij van schouwburgen, theaters en andere betrokkenen hoe belangrijk buitenreclame is voor het trekken van bezoekers en het behouden van hun naamsbekendheid. Een misschien minder vaak belichte voordeel, kracht van buitenreclame, betreft die bewegwijzering. Industriegebieden, plattegrondkasten, lichtmastreclames. Ze zijn voor het lokale bedrijfsleven eigenlijk vrijwel onmisbaar. En tot slot, ja, leveren buitenreclamecontracten ook soms een aantrekkelijke financiële bijdrage op, die dan weer ten goede komt aan de algemene middelen of rechtstreeks naar de openbare ruimte gaat. Dit plaatje was een voorbeeld van alle mogelijke mooie vormen van buitenreclame. Ik klikte er iets te snel doorheen. Als u terugkijkt, kunt u het beter gaan bekijken. Want ik wil het hebben over de voor- en nadelen van digitaal. En de titel van deze slide is: niet iedereen is enthousiast. Maar laat ik dan toch eerst eens eventjes die voordelen specifiek benoemen. Denk aan zendtijd voor city marketing, noodmeldingen, crowd control, interactieve digitale plattegronden, specifieke toepassingen voor de smart city. Maar digitaal betekent ook meer kunnen verkopen per object, waardoor het aantal zelfstandige reclameobjecten kan dalen. Dat zien we gewoon in de praktijk ook gebeuren. Digitale reclamevormen kunnen, met name door hogere attentiewaarde en doelgerichte inzet, ook meer opbrengsten realiseren, waardoor de opbrengst per object kan stijgen. Nou, die opbrengst komt weer te goede aan de concessiehouder. Maar die kritiek, nou, die is eigenlijk naar mijn mening op te delen in een drietal hoofdcategorieën. Ten eerste verkeersveiligheid. Natuurlijk, reclame leidt af. Ik geloof dat dat toch een van de bedoelingen is van reclame. Maar er is bij mijn weten geen enkel betrouwbaar onderzoek dat aantoont dat buitenreclame en digitale buitenreclame in het bijzonder verkeersveiligheid negatief beïnvloedt. Er zijn wel kleine onderzoekjes die aantonen dat er risico's zijn. Tegenstanders van reclame grijpen daar vaak op terug. Maar ik ken ook onderzoek waar er helemaal geen conclusie te trekken is. Of zelfs een recent onderzoek uit Australië, waaruit bleek dat digitale billboards een positieve invloed hebben op de autobestuurders. Er zijn veel elementen in de auto die de aandacht afleiden. Denk aan mobiele telefoons, navigatiesystemen, kinderen, eten, drinken. En die reclameborden geven de noodzakelijke afleiding die de bestuurder juist extra aandacht geeft voor zijn omgeving. Kortom, met betrekking tot verkeersveiligheid, we moeten gewoon ons gezond verstand gebruiken waar en op welke wijze digitale reclameobjecten zichtbaar zijn in de openbare ruimte. Kritiek kunnen we ook hebben op lichthinder.
In de beginjaren van de digitale schermen waren er regelmatig objecten te zien die echt een bak licht uitstraalden. Dat was echt niet goed. Dat gold, we kennen misschien wel een paar reclamemasten van een aantal jaar geleden. Of het scherm van de City Lens aan de Coolsingel in Rotterdam. Maar naar mijn mening is in die laatste jaren die lichthinder zeer goed onder controle gekomen. En ik zie eigenlijk nog nauwelijks uitwassen. Echt, ik denk dat de branche daar echt heel goed werk in heeft gedaan. Het zijn vaak de lone wolves, kleine individuele ondernemers, die zonder verstand van zaken een ongedimd scherm op zijn gevel plaatst. En dat kan dan een grote impact hebben op de totale impact van buitenreclame. Tot slot, de meest tastbare kritiek op digitale buitenreclame, die komt van mensen die van mening zijn dat er sprake is van een vervuiling van de openbare ruimte. We zouden niet meer ongewild blootgesteld moeten worden aan reclameboodschappen. Filmpjes in de openbare ruimte maken de stad te druk. Dat was bijvoorbeeld de belangrijkste reden voor de stad Amsterdam om het bewegende beeld te verbieden. Tegelijkertijd had die stad daarvoor nog een onderzoek laten doen onder bewoners, waaruit bleek dat burgers zich er eigenlijk helemaal niet zo druk om maakten. Het onderzoek van de afdeling informatie, onderzoek en statistiek uit 2015, ik geloof 800 Amsterdammers zijn onderzocht, bleek dat die gebruikers van de stad de reclameobjecten die er waren passend bij de stad vonden. En 2/3 van de mensen vond een digitale muppie, de vrijstaande reclamevitrine in het centrum, ook bij de stad passen. En het minst enthousiast is men over grote reclamemasten langs snelwegen. Maar ja, goed, laten we eerlijk zijn, die staan er toch ook alleen maar omdat ze een financiële bijdrage leveren. Dus naar mijn mening, die kritiek is vaak politiek gedreven en dus ook lastig te beïnvloeden. Als we kijken van hoe moet een gemeente of overheid nou omgaan met het toelaten van buitenreclame, dan eerste wat we kunnen constateren, er is geen landelijk beleid. Er is niet van het ministerie zegt van nou, dit mag en dit mag niet. Voor snelwegen, reclame langs snelwegen, conformeren gemeenten zich aan het beleidskader van Rijkswaterstaat. En die hebben regels van wat wel en niet mag, waar ook men zich aan houdt. En we zien, er staan ook tientallen, misschien honderden digitale schermen in de openbare ruimte langs snelwegen. Het belangrijkste beleidsinstrument dat toegepast wordt door gemeenten betreft de richtlijn lichthinder van de NSVV, dat is de Nederlandse Stichting voor Verlichtingskunde. Dit is een richtlijn die gemaakt is om de lichthinder van onder meer, want het gaat breder, van onder meer reclameobjecten te reguleren. En wat zegt de NSVV in zijn documenten? Het is onze missie om de kennis over licht in Nederland te verbeteren en te verspreiden, met als doel de toepassing van licht te verbeteren. Ze geven particulieren, overheden, onderwijsinstanties en het bedrijfsleven advies over nieuwe lichttechnologieën, energieverbruik, etc. Wij als NAP constateren dat als er nieuw beleid gemaakt wordt, of aanvullende beleidsregels, de gemeentes meestal die NSVV-richtlijn als basis toepassen. Maar dit blijft een richtlijn. Gemeenten moeten zelf die richtlijn aanpassen op hun beleid door bijvoorbeeld de zonering uit te passen, te bepalen of en wanneer reclameobjecten uitgeschakeld moeten worden, tussen 12 en 6 bijvoorbeeld. In andere woorden, gemeenten moeten nog steeds zelf aan de slag om hun beleid in lijn te brengen met de eisen en wensen van burgers, ondernemers en de ambtenaren zelf. Het vergunnen van digitale reclameobjecten vereist in alle gevallen het verstrekken van een omgevingsvergunning. En die omgevingsvergunning wordt verstrekt als door alle betrokkenen zo'n groen vinkje gegeven wordt. Past het binnen het beleid? Voldoet het object aan de constructieve eisen? Voldoet het aan de eisen voor lichthinder en dynamiek? En niet in de laatste plaats, wordt er geen bezwaar aangetekend door burgers of andere belanghebbenden? Kortom, de omgevingsvergunning is het slot of het digitale reclameobject er werkelijk wel of niet gaat komen. Ik neem u mee in het volgende onderdeel wat van belang is bij digitale reclame, namelijk het begrip dynamiek. En we zien hier op dit beeld eigenlijk de drie vormen, een geleidelijke schaal. Aan de linkerkant zien we het stilstaande beeld,
Wissel tussen de 6 en de 10 seconden. We zien vervolgens beeld in beeld. We noemen dat animatie. Beperkte beweging, overgangseffecten. En aan de rechterkant het volledig bewegende beeld. Full motion, ook wel genoemd. En dat grijze gebied, dat zit in het midden. Mag een overgangseffect? Of is een overgangseffect misschien zelfs veiliger? Wordt ook wel eens gedacht. Mag er in een stilstaande beeld een kleine beweging zitten? Hoeveel procent mag die beweging zijn? En dit is een van de dingen waar gemeenten, exploitanten mee worstelen. Want, dan ga ik even naar de volgende slide. Die NSV-richtlijn die is primair bedoeld voor lichthinder. En er wordt wel wat gesproken over dynamiek, maar hij is daar niet voor bedoeld. Want die richtlijn is namelijk geschreven vanuit het uitgangspunt het beperken van lichthinder. In dit geval geluidshinder. Daar kan ik weinig aan doen. En wij komen op dit moment op. Voor mij is het meest heikele punt dat op dit moment speelt, is die dynamiek. Verkeerskundigen stellen zich vaak op het standpunt dat elke vorm van beweging de verkeersveiligheid negatief beïnvloedt. En we zien dan ook dat heel vaak dat gemeenten animatie gewoon niet willen toestaan. En voor de commerciële waarde van buitenreclame is dat slecht nieuws. En natuurlijk uiteindelijk ook voor opbrengsten voor gemeenten of de waarde die een gemeente krijgt in andere vormen, niet alleen in geld natuurlijk. Het IAB heeft haar eigen richtlijn ontwikkeld. Vastgelegd in een uitstekend handboek. Ik kan dat iedereen aanraden om dat goed door te nemen. Maar ik merk op, dit is een richtlijn die toch wel iets weg heeft. Zo kijk ik als NAP naar van een slager die zijn eigen vlees aan het keuren is. Het zijn namelijk alleen de exploitanten en adverteerders die dit document opgesteld hebben. En niet de vergunningverleners zijn daar niet bij betrokken geweest. In die richtlijn wordt een interessant voorstel gedaan om daar waar er een mix is van passanten per auto, fiets, brommer en voetgangers, wel een beperkte vorm van animatie toe te staan. Ook dit voorstel is wel lastig te meten en vast te leggen. Die 50% van de content, 50% van de tijd. Zoals we allemaal weten, overheden willen dingen graag hard vastleggen. 1 juni pas mogen we naar buiten en niet daarvoor. Vooralsnog zie ik weinig beweging aan gemeentezijde om een bepaalde vorm van animatie toe te laten. Amsterdam besloot vorig jaar om elke vorm van animatie geheel te verbieden. Rotterdam sluit aan bij de NSVV-richtlijn, die dus niet waterdicht is. En er zijn nu ook steden waar gedacht wordt over een alternatief. Ik ken een grotere stad waar ze op dit moment nadenken over het toestaan van 10% van de animatie. In de animatie 10% mag die geanimeerd zijn. Hoeveel dan 10% is, is ook lastig. Het achtergrond vond dat wel interessant om te horen. Is van, dat men vond, ja, dit komt de beeldkwaliteit ten goede. Dus dan, dat is ook weer voor iedereen die ernaar kijkt, is dat goed. Naast het probleem van de dynamiek is er een uitdaging, namelijk het vinden van goede locaties. De grootste uitdaging voor gemeenten en exploitanten is het vinden van die locaties. Want die interessante plekken zijn die drukke plekken en daar wil je vaak ook zo weinig mogelijk extra prikkels hebben. Dus het is eigenlijk een strijd om die locatie. Iedereen wil op de drukke plekken zitten, met veel meer zaken dan een reclame alleen. En nou, zoals ik al eerder meldde, het verkrijgen van die omgevingsvergunning is een van de grootste struikelblokken. Het gemeentelijk beleid moet het mogelijk maken. Je moet rekening houden met provinciale verordeningen, welstandsnota, bestemmingsplan. En als dat dan allemaal akkoord is, moet ook die verkeersveiligheid beoordeeld worden. En dat iedere keer weer opnieuw, voor elke aparte locatie. Het vinden van locaties langs snelwegen is het meest ingewikkeld. Er zijn er niet zoveel en gemeentes zijn daar zeer kritisch op. En dat is ook logisch, want deze objecten hebben natuurlijk een enorme impact op de openbare ruimte. Langs toegangswegen, die zijn vaak wel geschikt voor buitenreclame. Vroeger stonden er in Nederland duizenden billboards. Die zijn de afgelopen jaren toch in snel tempo verminderd of vrijwel verdwenen.
Maar de laatste jaren zien we weer de digitale billboard in opkomst. En wij verwachten wel dat dat de komende jaren zal blijven groeien. En in veel wat kleinere gemeenten zien we met name de digitale informatieborden in een snel groeien. Hè. Dus waar een bord wat geschikt is, volledig digitaal bord wat geschikt is voor reclame, die vaak gebruikt wordt door het lokale bedrijfsleven, en dan een deel van het bord geschikt is voor, gebruikt wordt voor informatie voor de gemeente, evenementen, aankondigingen, et cetera. Winkelcentra zijn en blijven gewoon een belangrijke vorm waar reclame gevoerd wordt en waar het ook relatief makkelijk is om toestemming te krijgen. En dat is natuurlijk waar de adverteerders ook graag wil zitten. Waar wij als NAP vaak mee bezig zijn, is het vinden ook van locaties in stadscentra. Want we weten, alle adverteerders willen graag in die stadscentra zitten. En het vinden van locaties in stadscentra is eigenlijk de grootste uitdaging. Historische centra zijn er maar een paar waar men reclame toelaat. En in de centra waar het toelaat, is men ook nog eens zeer, zeer kritisch. Dus terwijl er wel behoefte is aan zendtijd voor communicatie. Er zijn dus wel tegengestelde belangen. Maar ik denk dat in iedere stad dat deze belang weer opnieuw, belangenafweging opnieuw gedaan moet worden. Dan kom ik tot het slot van mijn presentatie. Ik constateer dat we met digitale buitenreclame reuze stappen kunnen maken in de communicatie. Maar dat de wensen van overheden, gemeenten, adverteerders, exploitanten, die lopen nog niet synchroon. Dus we lopen langs elkaar heen en er zit nog niet een duidelijke lijn waar iedereen elkaar zich kan vinden. En de uitdaging zit er naar mijn mening in om de twee belangrijkste kritiekpunten beter en objectiever te gaan benaderen. Dat is die verkeersveiligheid en het algemene effect op de openbare ruimte. Dus ik adviseer de branche om te investeren in onafhankelijk onderzoek op deze punten, zodat digitale buitenreclame op een verantwoorde wijze verder uitgebouwd kan worden. Dank voor jullie aandacht. Heel goed, dankjewel Fred. Ik denk een duidelijk verhaal. Voor degenen die trouwens vragen hebben, heb ik denk ik in het begin niet goed gezet. Onderin zit een Q&A, daar kun je vragen stellen aan onze sprekers. Een van de vragen die is gesteld is, Fred, is... staat de overheid of overheden, of dat nou lokaal is, wel überhaupt echt open voor een, nou, zeg maar een gemeenschappelijk gesprek? Om hier serieus naar te kijken? Nou ja, je kan niet zeggen er is één overheid. Dat is er is een politiek, er zijn ambtenaren en er zijn. Dus het is een. En alle beleid van verschillende gemeenten. En die kunnen ook nog eens een keer verschillen. Vanaf van politieke kleur en dus na 4 jaar kan het ook, beleid ook weer veranderen. Overheid is wat dat betreft niet altijd even betrouwbaar. Ik denk wel dat het zo is dat met iedereen die je spreekt, de voordelen van digitale buitenreclame, en dan heb ik nog niet eens benoemd, ook wat ik schiet er nu opeens er binnen, gewoon ook op het gebied van duurzaamheid en minder auto's die rondrijden, et cetera. Dat je wel ziet als ik met wethouders spreek, dat men zegt, ja, het is onontkoombaar, we gaan erop, het heeft ook die en die voordelen. Ik denk dat het benadrukken van de voordelen ook de kans biedt om met overheden op een goede manier in gesprek te gaan. Alleen, soms is het de stroom te sterk is, dan kan je beter ook soms eventjes maar niet gaan roeien en even aan de kant gaan zitten rusten. En in sommige gemeenten kan dat een betere strategie zijn dan daartegen ingaan. En de gemeentes waar men de voordelen ervan ziet, die ook beter uitbouwen. Want ja, zien gebruiken, doet gebruiken. Oké. Nog twee kleine dingen voordat we doorgaan naar het volgende onderwerp. Er kunnen nog sowieso vragen gesteld worden. Eventueel hebben we aan het einde nog wat tijd over. Twee dingen die ik wel interessant vond. Bas van der Hoog heeft daar misschien ook een beetje over. Je ziet natuurlijk ook heel veel private partijen, hè, die wat dat betreft zoeken naar mogelijkheden om een digitaal scherm ergens neer te zetten. We zien natuurlijk in de retail natuurlijk behoorlijk wat partijen komen die schermen in achter de winkelruit zetten. Die dan even in ieder geval, hè, als je er heel simpel naar kijkt, eigenlijk niks te maken hebben met de gemeente. Dat zal wel wat minder zwart-wit, denk ik, gelden. Hoe kijk je daar tegenaan?
Ja, je kan, Amsterdam gaat daarin het verst. Die gaan dus zelfs regeltjes, zelfs een halve meter achter de gevel, dat ze nog regels hebben van wat je wel en niet mag tonen. En dat heeft natuurlijk weer alles te maken met het verminderen van die prikkels op de openbare ruimte. Meeste gemeentelijk beleid houdt op tot aan de gevel, zeg maar, tot en met de gevel. Achter de gevel zie je dat er van alles mogelijk is. En op de gevel heb je eigenlijk twee stromingen. Je hebt gemeentes die zeggen van, nou, ik vind het alles best zolang het maar pandgerelateerd is. Dus dan betekent het dat een ondernemer wat mag doen, maar dat je niet een exploitant een scherm op een gevel mag plaatsen. En je hebt gemeentes waar dat wel beperkt, wel toegestaan wordt. En ik verwacht daar de komende jaren weinig verandering in. Schermen op gevels hebben een grote impact. En vaak vindt een gemeente dat soms ook op een stadsplein toch een grote toegevoegde waarde. Want denk, niet alleen die reclame is dan een bijkomstigheid, maar het uitzenden van bepaalde evenementen, et cetera, dat wordt zeer gewaardeerd. Ja, Hanna die vroeg nog, hè, de impact op historische binnensteden. Nou, daar gaf je denk ik volgens mij net al even antwoord op. En je zegt eigenlijk van, als het echt historische binnensteden zijn, dan is eigenlijk heel vaak het resultaat gewoon zo min mogelijk of zelfs geen reclame. Omdat het natuurlijk eigenlijk gewoon het karakter van die binnenstad eigenlijk aantast. Ik denk dat dat eigenlijk een beetje het antwoord is. Ja, klopt. Ook dat, maar in Amsterdam staan er best veel. En in Leiden is net het beleid gewijzigd, is het aantal gehalveerd. En in Gouda hebben ze ook een historische binnenstad en daar vonden ze het prachtig. En alles in de binnenstad mocht ook digitaal. Dus je kan dus niet zomaar één beleid erop neerzetten, of zeg maar alle gemeenten over één kam scheren. Maar in het centraal zie je gewoon overal dat er discussie is. Hè. Dat hebben we gezien in Utrecht, in Den Haag, in Amsterdam. Als er digitale reclame in historische centra komen, dat men dat eigenlijk te opdringerig vindt. Ja. Dank. Ik denk dat de laatste slide denk ik een hele goede uitdaging is, ook voor de Taskforce Digital Out of Home en het IAB. Het IAB heeft ook juist dit jaar denk ik een heel groot bedrag gereserveerd om eventueel aanvullend onderzoek te doen. En ik denk dat daar misschien wel een heel goede onderzoeksvraag hiervoor ligt in ieder geval, en dan de juiste partijen daarvoor aan te haken. Dus ik denk dat we vanuit het IAB in ieder geval die handschoen gaan oppakken. En laten we hopen dat er een groot, breed gedragen onderzoek komt naar Digital Out of Home. Ik denk dat dat voor alle partijen in het ecosysteem denk ik heel erg waardevol kan zijn. Dus dank voor de bijdrage. Ja, dank dat ik mocht spreken. Succes. Graag. Dan gaan we door naar Fiona. Fiona Vening, onze volgende spreekster. Gelukkig ook een spreekster. Hè. Dat is diversiteit is vertaan ook erg belangrijk. Niet dat daarom Fiona hier is. Dat is, Fiona is binnen, en dan moet ik het volgens mij goed zeggen, Stichting Reclame Code. Jurist. Is lid van het managementteam daar. Geeft veel adviezen, trainingen aan zowel volgens mij overheden, adverteerders, naar eigenlijk iedereen in het ecosysteem. Is heel nauw betrokken, geloof ik, bij met name de diverse bijzondere reclamecodes. En het blijft natuurlijk heel erg leuk en opvallend. Kijk, reclame is vaak natuurlijk ook bedoeld om op te vallen, misschien zelfs soms wel te shockeren, te verkopen. En dat kan nog wel eens een keer schuren, kan ik me voorstellen. Maar daar weet Fiona volgens mij alles van. Fijn dat je er bent, Fiona. Ja, dank voor de uitnodiging. En leuk om vanmiddag iets te vertellen over de Nederlandse reclamecode. En interessant ook om het verhaal van Fred te horen over hoe het staat met buitenreclame en gemeentes. Wat ik de komende 20 minuten wil gaan doen, is even kort iets vertellen over wat doet de Stichting Reclamecode eigenlijk? Hè? Wat is het verschil tussen de Stichting Reclamecode en de Reclamecodecommissie? Wie zijn er allemaal betrokken bij de zelfregulering? Wat voor regels gelden er vanuit de Nederlandse reclamecode voor digital out-of-home advertising? Hoe zit de klachtenprocedure bij de Reclamecodecommissie in elkaar? En welke lessen kun je trekken uit de uitspraken van de Reclamecodecommissie die van belang zijn voor digital out-of-home advertising en buitenreclame in het algemeen? Dus dat ga ik nu doen.
Sinds 1953 al is de Stichting Reclamecode opgericht door het adverterend bedrijfsleven en er is erop gericht dat reclame verantwoord is en op die manier ook consumentenvertrouwen in reclame behouden blijft. Dat doen we via zelfregulering. Het adverterend bedrijfsleven zelf, dat zijn adverteerders, de media, de exploitanten en de bureaus, creatie, die stellen zelf de regels op in samenwerking met consumentenorganisaties. De Consumentenbond is ook betrokken bij de zelfregulering. En die regels staan in de Nederlandse reclamecode. En iedereen die van mening is dat de code is overtreden, kan een klacht indienen bij de reclamecodecommissie. Dat proces faciliteren wij als Stichting Reclamecode. Dat is de rode bol in ons logo. En de groene bol in ons logo is dat we ook diensten aanbieden aan adverteerders en de partijen met wie zij samenwerken. Dat is mijn afdeling, de afdeling Compliance, Copy, Advies en Training. En op die manier, in het kader van Better Safe Than Sorry, proberen we adverteerders en media en bureaus eigenlijk overtredingen te voorkomen en te helpen op een verantwoorde manier reclame te maken. We geven copyadvies, we geven trainingen, we doen monitoringsprojecten en voorlichting en awareness. De campagne die we vorig jaar hebben gedaan was de hashtag ad-campagne, die ook via buitenreclame was te zien. Billboards op het Leidseplein en ook de billboard langs de A4, waarin grote hashtag ad was te zien om bewust te maken dat er ook regels gelden voor social media. Wij hebben eigenlijk vier kolommen, noemen we dat, die betrokken zijn bij de zelfregulering. Dat is het platform van deelnemers. En dat zijn de adverteerders. Daar zit onder andere de Bond van Adverteerders in, maar ook specifieke branches, zoals de voedingsmiddelen, de personenauto's, cosmetische producten, alcohol, loterijen. En ga zo door. En sinds kort hebben we in de kolom Channel of Media zijn ook de buitenreclame-exploitanten vertegenwoordigd via Outreach. Dus daar zijn we heel blij mee, dat we op die manier steeds een bredere betrokkenheid hebben van partijen die bij de zelfregulering betrokken zijn en zo ook het draagvlak kunnen vergroten. Omroepen en uitgevers zitten daar ook bij en ook IAB is in die kolom ingedeeld, maar die heeft uiteraard ook connecties met de andere kolommen. We hebben een kleine kolom voor creatie en bureaus. Daar zit de VEA bij voor de reclamebureaus en sinds kort ook PMA. En we hebben een kolom voor consument en maatschappij, waar de Consumentenbond al heel lang in zit. En sinds nog niet zo lang ook ANWB en Vereniging Eigen Huis. En die kolommen die je net zag, dat zijn ook de partijen die de regels schrijven en veranderen. Dus op het moment dat bijvoorbeeld de buitenreclamebranche denkt van wij willen een speciale reclamecode voor buitenreclame of voor digital out of home, dan kan zo'n code worden ingediend via dat platform van deelnemers wat je net zag. De Nederlandse reclamecode bestaat uit een algemeen deel en een deel met bijzondere reclamecodes. En dat algemene deel, daar zitten regels in die eigenlijk voor alles gelden. Dus ook voor digital out of home. Reclame mag niet in strijd zijn met de wet uiteraard. De waarheid, de goede smaak en het fatsoen. Reclame mag niet misleiden. Het moet herkenbaar zijn als reclame. En deze algemene beginselen zijn eigenlijk de soort hoofdregels die ook in alle andere landen gelden vanuit de zelfregulering. Er zitten wat open normen in. Wat is dan bijvoorbeeld misleiding? En die zijn nader ingevuld in branchecodes. Bijvoorbeeld voor de reissector, cosmetische sector of voor kansspelen. Er zijn ook speciale codes vanuit de bescherming van de volksgezondheid opgesteld. Zoals voor alcohol, voeding. We hebben een milieucode. Een code speciaal voor reclame gericht op kinderen. En we hebben een code die niet zozeer gaat om de inhoud, maar de wijze van verspreiding. Zoals reclame via e-mail. Reclame via brievenbus, denk aan de ja-nee en de nee-nee sticker en social media. We hebben dus geen speciale reclamecode voor buitenreclame en ook niet voor digital out of home. Maar dat betekent niet dat er geen regels gelden. Je hebt gewoon te maken met de algemene regels altijd en je hebt te maken met regels als je voor speciale producten reclame maakt. En als je het hebt over buitenreclame, dan geldt met name voor reclame voor alcohol, reclame voor kansspelen, loterijen, Holland Casino. En reclamecode, reclame voor voedingsmiddelen, dat je altijd even extra alert moet zijn. Ook juist bij buitenreclame. Want de reclamecode voor alcohol bijvoorbeeld,
die heeft in zijn code wel een speciale bepaling voor buitenreclame. Niet zozeer digital, maar buitenreclame algemeen. Dat je bijvoorbeeld niet een reclame moet neerzetten bij ontwenningsklinieken of onderwijsinstellingen waar meer dan de helft van de leerlingen bestaat uit minderjarigen. Ook bij snelwegen en overige wegen buiten de bebouwde kom is het niet de bedoeling om reclame te maken voor alcohol. En voor kansspelen geldt de bepaling dat je niet bij opleidingsinstituten die hoofdzakelijk door minderjarigen worden bezocht reclame moet maken. En je ziet ook steeds meer discussie als het gaat over voeding en alcohol rondom de sportvelden, de buitenreclame, dat daar discussie over is. Dus het is altijd handig om alert te zijn bij die producten, dat je even extra goed de regels checkt. En dat komt onder andere via de website checkdereclamecode.nl. Daar staat steeds per productgroep aangegeven wat de hoofdregels zijn. Reclame mag niet in strijd zijn met de wet, dus dat betekent dat de reclame ook niet in strijd mag zijn met privacyregels, hè, wat mogelijk kan spelen bij digital out of home, als er persoonsgegevens worden verzameld, wat misschien niet zo snel het geval zal zijn. Er wordt niet getoetst aan gemeentelijke regels. Dus als er een klacht bij ons binnenkomt en iemand zegt van die buitenreclame, die voldoet niet, ik storm aan de buitenreclame, want het is bijvoorbeeld te opvallend, dat soort klachten behandelen wij niet. Dan verwijzen we de klager altijd door naar de gemeente. Zelfregulering kan niet gemeentelijke regels opzij zetten. Dus als een gemeente Amsterdam bijvoorbeeld zelf beslist dat er in een metrostation geen reclame meer mag worden gemaakt voor hamburgers voor minderjarigen onder de 16, terwijl het op basis van de reclamecode wel mag, dan gelden die gemeentelijke regels en niet de code. Dan de reclamecodecommissie, dat is ons onafhankelijke klachtenorgaan. Daar worden klachten heen gestuurd en zij toetsen aan de hand van de reclamecode of die klachten voldoen en of de reclame verantwoord is of niet. In die commissie qua samenstelling zitten ook weer die vier kolommen eigenlijk die we net zagen. De adverteerders, de media, de consumenten en reclamemakers. Dus dat betekent dat er ook vertegenwoordigers vanuit buitenreclame-exploitanten in die commissie deel zouden kunnen nemen. En de voorzitter is altijd een onafhankelijke rechter, een rechter of een oud-rechter. En als je kijkt naar het aantal klachten wat wij jaarlijks krijgen, dan ligt dat zo om en nabij de 4000 klachten. Die worden niet, lang niet allemaal aan die commissie voorgelegd. Heel veel klachten worden al gefilterd door het secretariaat, omdat ze niet duidelijk zijn of omdat de uiting er niet bij zit, niet gemotiveerd. Uiteindelijk komt zo ongeveer 15-20% bij de reclamecodecommissie terecht. En als je kijkt van hoeveel klachten er dan over buitenreclame gaat, dan is dat relatief weinig. En de commissie kan zo'n klacht vervolgens, die wel in behandeling wordt genomen, kan die klacht afwijzen. En kan de klacht toewijzen en een aanbeveling geven, eventueel met een alert. Dat betekent dat we het via persbericht onder de aandacht brengen van een breed publiek. Of het wordt een vrijblijvend advies als het gaat om reclame voor denkbeelden. Dus bijvoorbeeld van politieke partijen, overheidscampagnes of NGO's. Een aanbeveling betekent dat er dus geen boetes worden opgelegd. De adverteerder, dus niet de exploitant, maar de adverteerder wordt aanbevolen om niet meer op die manier reclame te maken. En in 96-97% van de gevallen gebeurt dat ook. Dus wordt de reclame niet meer aangeboden of wordt het aangepast. En 4% doet daar niks aan. En die plaatsen we op de zogenaamde non-compliant lijst. Dus in het kader van naming en shaming waarschuwen we het publiek dan op die manier dat deze adverteerders helaas geen verantwoorde reclame maken. We hebben sinds 2016 ook een speciale procedure waar eigenlijk nog geen gebruik van wordt gemaakt, omdat er ook waarschijnlijk ook nog niet veel bekendheid aan is gegeven. Dat als een buitenreclame-exploitant vindt dat een reclame die wordt aangeboden in strijd is met de Nederlandse reclamecode en de adverteerder is het daar niet mee eens, dan kunnen ze gezamenlijk besluiten om dat aan de voorzitter van de reclamecodecommissie voor te leggen. En die kan dan een soort spoedbeslissing geven om aan te geven of het inderdaad in strijd is met de code of niet.
veruit de meeste klachten die wij binnenkrijgen gaan over digitale reclame. En daar valt dan digital out of home niet onder. Dit gaat om websites met name, banners ook wel, maar voornamelijk websites. En tv-reclame is ook altijd een medium waar veel over wordt, relatief veel wordt over geklaagd. Als je kijkt naar de aantallen klachten die in behandeling zijn genomen en die hebben geleid tot beslissingen van de commissie, dan waren er dat de vorig jaar 36 en daarvoor was het wat meer. Dus we zien eigenlijk een afname van het aantal klachten. Daarbij moet wel worden opgemerkt dat als er een buitenreclame is die veel stof doet opwaaien, omdat er bijvoorbeeld bloot op is te zien, dat daar over het algemeen wel veel klachten over binnenkomen. Maar die tellen we uiteindelijk als er maar één beslissing op volgt, als één. Omdat dat wordt geteld als gelijkluidende klachten. Dus niet elke klacht krijgt een aparte beslissing. Maar er wordt de meest representatieve klacht wordt uitgekozen. En waar gaan die klachten dan voornamelijk over? Nou, ruim de helft van die klachten vorig jaar, althans, gingen over subjectieve normen. Dus omdat ze vonden dat er bijvoorbeeld te veel bloot op was, wat te zien was, wat in strijd was met de goede smaak en fatsoen. Ook een groot deel gaat over misleiding, hè, omdat ze vinden van hé, er wordt een bepaalde voorwaarde niet genoemd. Er staat dat je zoveel procent korting krijgt, maar nergens staat dat dat alleen geldt als je een bepaalde besteding doet. Dus het gaat over ontbreken van informatie en 10% gaat over overige zaken. Bijvoorbeeld zo'n bijzondere reclamecode die voor alcohol geldt. Omdat ik over alle regels eigenlijk wat 2 uur lang kan praten, doe ik het voor vanmiddag, hou ik me even beperkt tot de klachten over subjectieve normen, omdat daar de meeste klachten over gaan. En daar speelt bij buitenreclame heel erg de locatie mee. Als we een klacht krijgen dat een reclame in strijd is met goede smaak en fatsoen of noodloos kwetsend is, dan stelt de commissie zich altijd terughoudend op, omdat het natuurlijk subjectief is. Kan het nou wel of kan het nou niet? Daarmee wordt rekening gehouden met de huidige maatschappelijke opvattingen, of het wel of niet kan. Er wordt rekening gehouden met de wijze waarop de uiting is gepubliceerd. Dus als het in de openbare ruimte is, wordt dat wel meegewogen. Als het publiek zich niet aan confrontatie kan onttrekken, dan is het misschien eerder grensoverschrijdend dan als het gewoon ergens staat in een blad wat alleen op volwassenen is gericht. En het effect wordt meegewogen. Dus ook bij digital out of home moet je extra zorgvuldig zijn als het gaat om een reclame die mogelijk als aanstootgevend kan worden beschouwd, omdat er wellicht seksueel getinte handelingen worden getoond bijvoorbeeld. En dan is het niet zo handig om dat bij een school neer te zetten bijvoorbeeld. Dus denk aan de locatie, dat is de eerste les die ik zou mee willen geven. Denk aan de locatie. We hebben in het verleden wel eens een klacht gehad over een poster die hing bij een speeltuin voor squirt.org. Een soort datingsite voor mannen waarop seksueel getinte handelingen werden getoond. En daarvan vond de commissie, ja, dat is niet zo handig als je dat bij een speeltuin waar veel minderjarigen komen, om dat op te hangen. Een buitenreclame waar echt gigantisch veel klachten over zijn gekomen in 2010. De Sint-poster, 2400. Dat is nooit meer geëvenaard volgens mij. Die klacht is overigens afgewezen omdat de commissie vond dat het niet eng is. Maar als het eng is, denk bijvoorbeeld aan Halloween-campagnes. Denk erna waar je het zet. En dat het niet zo handig is om een Halloween-campagne met een hele enge clown bij een speeltuin of een basisschool te zetten. Het aantal klachten overigens stelt niet mee uiteindelijk voor de uitspraak. Of we nou 1 klacht krijgen of 1000 klachten. De commissie kijkt gewoon van geval tot geval. Vinden we dat de grenzen zijn overschreden of niet? Dan de vraag van ja, waar ligt die grens nou precies? Als het gaat om naakt en mogelijk seksuele associaties. Wat kan er nou wel en wat kan er nou niet? We hebben meerdere klachten gekregen over webcamseks reclames. En daarbij moet altijd worden opgemerkt dat zolang de dienst waarvoor reclame wordt gemaakt legaal is, hè, of het nou webcamseks is of Second Love, waar ook altijd veel klachten over worden ingestuurd. Zolang de dienst legaal is, mag je er gewoon reclame voor maken. Dus dat kan. De vraag is alleen de wijze waarop je reclame maakt, of dat kan gelet op de plek. En dan was het in het geval van de Bobby Eden reclame langs de snelweg.
De combinatie van de afbeelding van Bobby Eden, die haar broekje naar beneden trok, en met webcam mij. Dat vond de commissie uiteindelijk niet kunnen. Terwijl de reclame met Kelly en het vliegtuigje met alleen webcamsex.nl, daarvan vond de commissie dat dat wel door de beugel kon. En als je kijkt van wie klaagt er hier nu over, hè? Wie storen zich hier nu aan, dan was het in het verleden misschien zo dat we met name klachten kregen als dit soort type reclames misschien ergens in bepaalde dorpjes stonden. Maar we zien juist nu ook dat in de Randstad rockvaders als Dinant Woesthof, de oudzanger van Kane, zich hieraan storen. En dat heeft ook effect op de klachten die we binnenkrijgen. Want Dinant Woesthof had deze tweet gepost van wie gaat dat uitleggen aan alle kleine kinderen? Is dat waar we naartoe gaan? En dan krijg je ineens heel veel fans van zijn band die ook klachten gaan indienen en ook vinden dat het niet kan. Dus de Randstadvader klaagt ook over te veel bloot in reclames, buiten reclames. 538 is natuurlijk een bekende adverteerder die graag de grenzen opzoekt en zich ook natuurlijk specifiek richt op een doelgroep die dat leuk vindt. Maar op het moment dat het in een openbare ruimte hangt, dan heb je ook rekening te houden met mensen buiten die doelgroep en dan kan er niet altijd alles. In dit geval de reclame met die linksbovenaan met de poes, daarvan vond de commissie dat kan niet. Net zo min als de onderste reclame, terwijl de reclame in de aan de rechterkant met de bikini en de ballonnen, daarvan vond de commissie van, nou, dat kan eigenlijk wel. Dus je ziet dat er altijd van geval tot geval moet worden gekeken, maar wat wel vaak een terugkerend iets is, is dat de commissie kijkt, is er sprake van een seksuele pose en wordt er wellicht iets gesuggereerd op dat gebied, waardoor het niet toepasselijk zou zijn om zo'n reclame in de openbare ruimte te plaatsen waar alle leeftijden voorbij komen. Food Supply is natuurlijk een bekende adverteerder die gebruik maakt van buitenreclame en ook de grenzen opzoekt. De Shameless campagne uit 2010 vond de commissie dat die door de beugel kon. De campagne uit 2015 vond de commissie dan weer niet, althans deze ene specifieke poster. En de campagne uit 2016, waar ook vanuit het publiek veel commentaar op was en waar ook heel veel klachten over zijn ontvangen. Daarvan vond de commissie in eerste instantie dat het niet kon. En nadat de adverteerder in hoger beroep is gegaan bij het college van beroep, is uiteindelijk die klacht voor wat betreft de buitenreclame afgewezen. Dan, wat goed is denk ik om ook nog te bedenken als je het hebt over de ontwikkelingen op het gebied van stereotypering en negatieve stereotypering, seksuele stereotypering, dan speelt natuurlijk heel erg mee dat er ook in Europees verband dat onderwerp veel aandacht heeft en dat er in Cannes in 2017 door de Verenigde Naties en een grote groep van adverteerders en bureaus is afgesproken om negatieve stereotypes tegen te gaan. Het is ook een onderwerp, stereotypering, wat door de branche zelf, door de VEA, de reclamebureau, samen met Women Inc. Is opgepakt om te kijken van, kunnen we iets doen bij de reclamemakers, de creaties, om meer bewustwording te creëren over het feit dat je misschien eerst even moet nadenken als je gebruik maakt van bepaalde genderstereotypes of seksuele stereotypering. Die ontwikkeling speelt. Tegelijkertijd is de commissie onafhankelijk en kijkt die nog steeds van geval tot geval. Dus zo kregen we ook weer veel klachten over de New York Pizza reclame. Zo lekker kan bloemkool zijn. En daar ging het om een billboard op een drukke locatie in groot formaat. Dat werd dus wel meer meegewogen. Omdat hier sprake was van een hint naar seksualiteit van de vrouw, versterkt door begeleidende tekst. Dus het gaat heel vaak over het plaatje in combinatie met de tekst. Het verweer was overigens nog van, ja, maar er zit een knipoog in naar het liedje van André van Duin, maar dat was niet voldoende om de seksuele lading weg te nemen. Er was onvoldoende duidelijk sprake van een parodie. Er was ook een filmpje van deze reclame en daar werd geoordeeld dat het wel duidelijk was herkenbaar als parodie, maar het billboard niet.
En de commissie vond uiteindelijk dat als je de vrouw als lekker object afbeeldt, dat dat in strijd is met de hedendaagse maatstaven van goede smaak en fatsoen. Zeker nu deze in de openbare ruimte is geplaatst. Dus je ziet daar wel iets van een verschuiving als je kijkt naar de eerdere zoetsupply-uitspraken. Dat er wel iets van een verschuiving lijkt plaats te vinden. Dat niet alles meer kan, althans. Er wordt altijd een afweging gemaakt, want je hebt natuurlijk aan de ene kant de vrijheid van meningsuiting. En aan de andere kant heb je dat je daar wel moet kijken van, het moet nog steeds wel conform de regels zijn uit de Nederlandse reclamecode. En in dit geval vond de commissie dat dit niet kon. Nou, ik heb het heel snel geprobeerd te vertellen. Ik kan me voorstellen dat er nog vragen zijn. Je kunt altijd de codes vinden op onze website en kijken op onze checkdereclamecode.nl en check SSC website, waar meer uitleg wordt gegeven. En sowieso ben ik altijd beschikbaar voor adverteerders en exploitanten als zij vragen hebben over de Nederlandse reclamecode. Dankjewel, Fiona. Nou, ik denk trouwens, die laatste opmerking is denk ik heel waardevol. Want ik weet uit eigen ervaring dat we best vaak, ik denk, nou, gezien ook het aantal, zeg maar, klachten, staat buiten reclame toch relatief nog best wel laag. Ja. Heel goed, denk ik. Ik ken veel exploitanten en veel adverteerders die, juist omdat het natuurlijk een heel erg publiek medium is, toch nog best wel vaak even die sanity check even onderling even doen. Nou, dan heb je nog steeds de goede voorbeelden die je hebt gegeven waar het toch nog eens een keer mis kan gaan. Soms misschien ook wel juist bewust. Dat is natuurlijk wel een ding, hè? Vooraf kon je vroeger, in het verleden kon je vrij lastig met de reclamecodecommissie of met mensen van de stichting sparren over, ja, wat denken jullie? Dus ik denk dat dat al een hele grote vooruitgang is, wat je net al zegt. Ik denk ook dat weinig mensen dat wisten, want ik wist het, om heel erg te zijn, totdat wij jou hadden uitgenodigd, wist ik het ook helemaal niet, dat het dus inmiddels wel kon. Dus ik denk dat dat heel erg fijn is voor heel veel mensen, om dat te weten. Dus dank daarvoor. Het probleem is natuurlijk wel vaak, dat eigenlijk is, zeg maar, het probleem is al geschied, zeg maar. Het is altijd natuurlijk achteraf. Ja, dat kan haast ook niet anders. Zijn jullie wel bijvoorbeeld bewust van als iemand het bijvoorbeeld, als bijvoorbeeld een speciale adverteerder het bewust doet en eigenlijk vaker doet, dat dan de straf of iets dergelijks zwaarder is? Nee, in die zin, we proberen altijd zo snel mogelijk een uitspraak te doen. Hè. Het overgrote merendeel van de klachten wordt binnen 4 tot 6 weken behandeld. Maar het kan natuurlijk zo zijn inderdaad dat het precies de tijd was dat die campagne was te zien. Dus als de uitspraak eenmaal komt, dat de campagne dan niet meer is te zien. Maar we denken dan nog steeds dat zo'n uitspraak kan bijdragen aan bewustwording over wat de regels zijn. Ook voor andere adverteerders die misschien iets vergelijkbaars willen doen. Want alle uitspraken zijn in onze database te vinden. Nu is het nu al zo natuurlijk dat we voor sommige adverteerders zoals Zoetsupply 538 regelmatig klachten krijgen. Maar elke keer is het natuurlijk weer totaal een andere campagne. Dus elke keer wordt weer van geval tot geval gekeken van, vinden we dit kunnen of niet? En alleen als het zou gaan om dezelfde fout, omdat je bijna eigenlijk dezelfde campagne weer hergebruikt, waarvan de commissie al eerder heeft gezegd, die vinden we niet kunnen, dan kan de commissie besluiten van, nou, hier gaan we groot aandacht voor vragen en een persbericht versturen, wat dan ook naar alle redacties van publieke bladen en consumentenprogramma's gaat. Dus dat levert negatieve publiciteit op. Dan nog, zo kan het soms ook zijn dat het een daarom te doen is natuurlijk, dat weet je niet. Maar ja, je hebt daar, schiet daar uiteindelijk als adverteerder ook niks mee op. Zelfregeling is voor en door adverteerders. Dus het helpt. Je behoudt meer vrijheid door je gewoon wel aan de regels proberen te houden. Heel goed, dankjewel. Mooi feitje trouwens dat ik ook niet wist dat jullie al sinds 1953 bestaan. Dus misschien ja, 1963, sorry. 1963, maar ja, nog wel, en je zei net al zelf, hè, dat het ook nog wel, de trend ook nog wel eens een keer verschuift. Het is misschien nog wel mooi om ooit nog eens een keer samen met het ADCN of zo, volgende week hebben we het over creativiteit, eens een keer terug te kijken, wat is dan die verschuiving eigenlijk ook in smaak en in, want het is uiteindelijk ook gewoon bijna een culturele afweerspiegeling van wat er in de samenleving wel of niet kan natuurlijk. Ja. Nou, misschien voor een andere keer. Ja. Fred, Fiona, enorm bedankt voor jullie bijdrage. Mochten er hierna nog vragen zijn, dan zullen we die zeer zeker ook nog gaan beantwoorden. Ik zou alle 130 participanten die er waren willen bedanken voor het luisteren, voor de vragen.
Volgende week dus creatie. En een hele fijne dag. En iedereen een heel fijn lang weekend. Het is volgens mij prachtig weer. Dus ik denk dat de meeste mensen nu gewoon lekker naar buiten gaan. Sommige mensen misschien nog even werken. Nogmaals dank en tot de volgende keer. Rain, rain for sure. The waves get right.